Het was in een kroeg, niet ver van hier. En ik dronk juist mijn tweede pint bier. Toen dat damaske zei, hey, kom eens even mee. Ik heb hier een tafel met zes schoten en ballen van elke kleur. Pak na je keuk en zet het beste biertje voor. Sandra, morgen lek ik na mijn ballen. Vertel mij eens hoe dat ik het beste stoot. Oh, ik wou dat er geen einde aan zou komen. Maar nou dat stoot, vul ik mij niet meer zo groot. Wat kon ze spelen met die stok? Na 10 minuten was ik al kapot. Ik kon mijn ballen niet meer goed hanteren. Ze wou nog helpen, maar te laat. Het spel, dat was beslist. Ze zei, meneer, je hebt al eens de kans gemist. Sandra, waar leg ik na mijn ballen? Vertelt mij eens hoe dat ik het beste stoot. Oh, ik wou dat er geen einde aan zou komen. Maar na dat stooten voel ik mij niet meer zo groot. Ik heb naar thuis wat gaten geboord. En in mijn tafel en als het nou niet stoort. Dan speel ik een snoeker met mijn eigen keu. Je moet niet denken, dat is heel simpel. Dat leerde op 1-2 draai. Maar als je doet, pak er nooit een masker bij. Sandra, waar leg ik na mijn ballen? Vertelt mij eens hoe dat ik het beste stoot. Oh, ik wou dat er geen einde aan zou komen. Maar na dat stoot, vul ik mij niet meer zo groot.